Van harte welkom op dit nieuwjaarsfeest van de Vlaamse Parkinson Liga. Moet het nog gezegd, 2020 gaat de geschiedenis in als een heel bijzonder jaar. Ja, we moeten ook niet flauw doen, want het was voor veel mensen ook een bijzonder moeilijk jaar. Maar vandaag vieren we de hoop die het nieuwe jaar voor ons in petto heeft. De hoop op een gewoon leven waar we met z'n allen weer dicht bij elkaar kunnen zijn en elkaar in alle vrijheid weer kunnen ontmoeten. Op een meter of een halve meter of nog dichter als het moet. Stel je voor. Bewegen, dat is het thema van dit nieuwjaarsfeest van de Liga. Blijf in beweging, zet een muziekje op en dans. Ga fietsen of wandelen, geniet van de natuur. Kom uit je kot, zodra het weer kan. Of hoe de Parkinson Liga een beweging op gang brengt. In deze uitzending laten we mensen aan het woord over wat bewegen voor hen betekent. Maar laat ons beginnen met wat nieuwjaarswensen, want die kunnen we allemaal wel gebruiken, denk ik. Je weet dat de Liga in Vlaanderen over 25 kleinere afdelingen beschikt waar mensen met Parkinson en hun mantelzorgers elkaar ontmoeten en steunen. Die afdelingen die worden geleid door vrijwilligers. Allemaal fantastische mensen die zich met hart en ziel voor hun lotgenoten inzetten. We vroegen hen om voor elkaar filmpjes te maken met nieuwjaarsboodschappen. En het is een plezier om die hartverwarmende boodschappen vandaag met jou te delen. Eerst kloppen we aan bij Lut, ondervoorzitter van de Liga en verantwoordelijk voor de groep Oostende. En daarna zijn we te gast in Edegem, waar Raymond het glas heft op jouw gezondheid. En tot slot luisteren we naar de mooie woorden van Gerard van de groep in Tongeren. Beste vrienden, wie had er gedacht dat we opnieuw via de gsm een boodschap gingen spreken om jullie te bereiken. Maar gelukkig bestaat gsm, zoom, mail en kunnen we schrijven en bellen naar elkaar. Want we vergeten elkaar niet. We hopen dat 2021 ons toch een heel wat nieuwe mogelijkheden weer gaat bieden. Dat we weer kunnen gaan genieten van een wandeling samen, van een bijeenkomst samen, misschien wel onder voorwaarden, maar toch dat we er voor elkaar kunnen blijven zijn. Want dat is belangrijk, weten dat je niet alleen bent en dat we samen er tegenaan kunnen. Dat we samen vechten tegen corona en vechten tegen Parkinson. Dat wij ons leven zelf bepalen en ons leven niet laten bepalen door deze ziektes. Misschien heeft corona en de belemmeringen van 2020 ons toch wel iets bijgebracht. Dat er vele kleine dingen zijn in het leven die de moeite waard zijn. En die het belangrijk genoeg maken om er naar te trachten en om ze samen te willen beleven. Ik kijk uit naar een volgende ontmoeting met jullie. Virtueel als het moet. Maar liefst in levende lijven. Een wandeling langs de kust kan er bijvoorbeeld altijd bij zijn. Geef maar een belletje. Oké? Tot dan. Daar. Ik wens jullie 365 dagen gevuld met warmte en licht het nieuwe jaar 2021 boordevol geluk. Gelukkig nieuwjaar. Ik ben Gérard Lambier, verantwoordelijke voor VPL. Regio Tongeren, Zuid-Limburg. Ik wens alle lotgenoten en familie een voorspoedig nieuwjaar. Beter dan het vorige en in goede conditie blijven wat betreft fysische en psychische toestand. Ik heb de gewoonte van mijn gevoelens om te zetten in gedichtvorm. Vandaar zal ik u een klein gedichtje voorlezen. Parkinson, onzichtbaar, genesteld in onze genen. Na decennia welstand zijn er defecten verschenen. Ons mooi gezetteld leven wordt plots duister. Na behandeling hervatte zonlicht en luister. Ons verdere leven werd om zeggens normaal. Maar plots verwekte corona een wereldkwaal. Nieuwe virus, in expansie en destructie beren sterk. Het volk was doodsangstig, de gezondheidszorg overwerkt. Kerstmis nadert, periode van feest en licht voor velen.
periode van meditatie. En ideaal om lotgenoten mee te delen dat ondanks onze gebreken waar we moeten mee leren leven, wij in beweging blijven en de moed nooit opgeven. Actrice Leen den Tiefel, die hoef ik jullie waarschijnlijk nauwelijks voor te stellen. De meesten kennen haar van de soapserie Thuis. Leen heeft ook gastrollen in Vlaamse series en films, staat af en toe op de planken en schrijft ook boeken. En alsof dat nog niet genoeg is, is Leen ook nog eens de meter van de Vlaamse Parkinson-liga en vandaag onze reporter van dienst. Haar eerste afspraak heeft ze met Leo Boermans. Leo is al 4 jaar lang de voorzitter van de Liga. En misschien heeft u hem wel ontmoet, want Leo was al die jaren heel actief op het Parkinson-terrein en bezig met alles wat er bij het reilen en zeilen van zo'n patiëntenvereniging komt kijken. En dat is heel wat. Leo is ook zelf mantelzorger. En dat is ook de reden waarom hij dit jaar zijn voorzittersjas aan de kapstok hangt. Aan Leen vertelt hij hoe de Liga tijdens zijn bewind geëvolueerd is en wat de toekomstplannen zijn. In deze uitzending mag natuurlijk Leo Boermans niet ontbreken. Hij is 4 jaar voorzitter geweest van de Liga. En aangezien dat deze uitzending over bewegen gaat, ga ik hem eens vragen hoe hij de Liga in beweging heeft gebracht. Leo, 4 jaar geleden ben je voorzitter geworden van de Parkinson Liga. Hoe heeft u 4 jaar geleden de Liga tot bewegen aangezet? Ja, we zijn eigenlijk 10 jaar geleden begonnen, samen met de toenmalige voorzitter, mevrouw Ria Leeman. En bij het begin was het eigenlijk meer een sociaal bewogen organisatie. We gingen mensen bezoeken bij hen thuis, maar door de ervaring en door de tussenkomst van de neurologen zijn we toch wel te weten gekomen dat het vooral heel belangrijk is dat mensen met Parkinson bewegen. Langzaamaan hebben we dan ook meer en meer de focus gelegd op bewegen. Onder andere met in samenwerking met Kinesifilia, met andere dansprojecten. Ondertussen zijn er ook Parkibox en Tai Chi is er geweest. In het Gentse heeft men tango dansen gedaan. De focus is eigenlijk verlegd naar mensen actief houden. We hebben altijd geprobeerd om de leden die zich soms wel een beetje uitgesloten voelen, angst hebben om te tonen dat ze Parkinson hebben, om ze uit de isolatie te halen en aan te zetten om actief te blijven. Dat was eigenlijk de focus van de laatste jaren. Die afgelopen 4 jaar, Leo, wat heb je eigenlijk allemaal gerealiseerd voor de Liga? Ja, een van de voornaamste vind ik zelf is een dienstmaatschappelijk werk. Die spijtig genoeg op dit ogenblik op een laag pitje staat, maar waar opnieuw zal aan gewerkt worden om die op te krikken. Een andere belangrijke realisatie is het aantal leden. Het aantal leden is verviervoudigd in die jaren, wat niet gemakkelijk was. Ja, we hebben een uitgebreide publiciteitscampagne gevoerd. We hebben destijds op de borden in de stations, de infoborden, de tekst van de Parkinson Liga getoond. We hebben een boodschap van algemeen nut gedaan. En we gaan zoveel mogelijk naar beurzen en optredens en dergelijke om onze aanwezigheid te tonen. U heeft daarbij samengewerkt met ondervoorzitter Lut Moreels. Jullie hebben de taken verdeeld. Hoe is die samenwerking verlopen? Ja, daar is eigenlijk niet echt een afspraak over gemaakt, maar dat is zo gegroeid omdat er eigenlijk niemand anders was. Nadat Ria Leeman gestopt was, waren wij eigenlijk nog met ons twee. En heel goede hulp natuurlijk van Hilde op het secretariaat, want zonder haar hadden we dat ook nooit gered. Dus jullie zijn eigenlijk een goede tandem geweest? Ja, ja, we hebben elkaar ook. We moesten niet alles zeggen, we verstonden elkaar zo. Hoe ziet u de toekomst? Wat zou er nog gerealiseerd moeten worden? Ja, ik zou eigenlijk willen dat we opnieuw een goed bestuur hebben, waar ik niet echt aan twijfel. De mensen, ik heb zelf mensen aangesproken die nu in het bestuur zitten om ervoor te zorgen dat er opvolging is. Het belang van de leden van de Parkinson-patiënten op de eerste plaats. Dat komt altijd op de eerste plaats. Het belang van de leden. U heeft de Liga eigenlijk klaargestoomd voor de toekomst? We hebben een
toekomstplan opgesteld, een nieuwe visie bepaald. En heel belangrijk, we hebben personeel aangeworven. Want het was niet meer mogelijk om als bestuursleden die taken zelf nog uit te voeren. We hebben dus 2 mensen aangeworven. We hadden al iemand, ook op mijn initiatief destijds aangeworven. Heel veel bestuursleden hadden daar bezwaar tegen. Maar nadien waren ze blij dat we het gedaan hadden. En dan hebben we nu nog 2. Iemand die coördinator is van het geheel en iemand die verantwoordelijk is voor de communicatie. En we zijn van plan om iemand aan te werven voor het maatschappelijk werk. Dat zal binnen dit en een paar maanden moeten gebeurd zijn. Wat zijn uw voornemens voor 2021? Ja, in 2021. Ik zal werken aan de overdracht naar het nieuwe bestuur tot aan de volgende algemene vergadering. En dan ja, is mijn taak afgerond, hoop ik. Ik heb beloofd dat ik nog altijd zal advies geven indien het nodig is. En dan ga ik me terug een beetje mijn eigen leven beginnen leiden. Ik ga terug antieke klokken restaureren en nog meer bezig zijn met beeldhouwwerk. En wenst u de leden nog iets toe? Dan mag u dat richten naar de camera. Ja, voor 2021 zou ik aan alle mensen, en zeker aan de mensen van de Parkinson-liga, een gelukkig en een gezond 2021 willen wensen. Gezond ja, is voor mensen met Parkinson wel een beetje tweeledig, denk ik. Het is niet altijd evident, maar toch voor iedereen het beste voor 2021. Het gaat je goed, Leo. Is het niet hoog tijd voor nog wat warme wensen? In het noorden van ons land vind je de Parkinson-contactgroep Kempenland. En ze noemen zichzelf ook wel eens Park in de Zon. De bestuurders die reageerden wel heel enthousiast op onze vraag en ze stuurden maar liefst 4 filmpjes in die we jullie niet willen onthouden. Monique, Filip, Ria en Denise, het woord is aan jullie. Pluk de dag. Geniet van het leven. Morgen lijkt ver weg. Morgen is dichtbij. Misschien is morgen wel voorbij. Pluk de dag. Geniet van het leven. Gisteren was een cadeau, een herinnering. Maar vandaag, vandaag moet het gebeuren. Geef die zoen, maak dat compliment. Geniet van de meest kleine dingen die jouw leven gelukkig maken. Want als je denkt dat morgen je alles wordt gegeven, zeker weten doen we dat niet. Pluk de dag. Geniet van het leven. Pluk het nieuwe jaar. Vandaag geef ik een pluim aan alle mantelzorgers, opdat ze sterke vleugels zouden krijgen om te kunnen blijven vliegen. Gelukkig nieuwjaar. Het oude jaar dat is geweten, kunnen we best zo vlug mogelijk vergeten. Ik wil graag alle mensen een gelukkig, gezond, warm en hoopvol nieuwjaar wensen. We wachten af wat kan en mag, en dan kunnen we weer aan de slag. En zullen we weten wanneer we jullie weer welkom kunnen heten. Op onze bijeenkomsten, voor een steunend woord, een warm gebaar. Voor jullie staan we altijd klaar. We drinken erop. Met volle moed gaan we 2021 tegemoet. Gezondheid. Dag lieve mensen allemaal. Ik ben Ria, partner van Wouter. Wouter, die lid is van Park in de Zon, regio Kempenland. 2020 is voorbij en is anders verlopen. Bang, eenzaam en voor velen meedogenloos. Maar de medische wereld, ons land, de hele wereld en wij ieder op onze eigen manier hebben gevochten en volgehouden tegen dat onzichtbare, brutale monster. En kijk, er is licht aan de tunnel, een vaccin, dat onze moedeloze en vaak ook eenzame mensen en ons allemaal moet helpen opnieuw te hopen. En hoop doet leven. We zullen weer onze familie en vrienden kunnen bezoeken en knuffelen. We zullen weer een gezellig wijntje met elkaar kunnen drinken
en babbelen en kletsen en roddelen met Jan, de buurman, met Marieke van den Bakker en met tante Emilie van onkel Fons. We zullen in stonen hoe Park in de Zon ons weer samen zal brengen en ons echt in de zon zal zetten. En dat, lieve mensen, wordt voor ons 2021. Het gaat jullie goed. Leen had een volgende afspraak met Margriet Middel. En Margriet is een gedreven dansdocente bij Kinesophilia, een organisatie waar de Liga al jaren en heel graag mee samenwerkt. Zij vertelt ons wat muziek en dansen teweeg brengt bij mensen met Parkinson. Music maestro, schud de beentjes, maar goed los. Margriet, jij geeft les bij Kinesophilia. Dat is een dansschool die zich concentreert op mensen met bewegingsproblemen, zoals mensen met de ziekte van Parkinson. Wat motiveerde jou eigenlijk om daar les te beginnen geven? Mijn papa heeft Parkinson al lang, een jaar of 15 inmiddels, denk ik. En ik ben opgeleid als danseres. Dus op een of andere manier kwamen die twee dingen zo samen dat... dat mijn passie, dat ik dat kon gebruiken om hem te helpen. En ik kwam dat tegen via een collega van mij die lessen gaf. En ik zag dat en ik had meteen zoiets van, dat is het wat ik echt heel graag wil doen. Ik heb echt het gevoel dat ik dan iets hem op een of andere manier kan helpen waar ik voorheen totaal, het gevoel dat ik niks kon doen. En ik doe het graag. Ik vind het fijn om iets te kunnen bijdragen op die manier. Nu, het zijn geen gewone lessen natuurlijk. Die zijn op een andere manier opgebouwd. Hoe gaat jullie les in zijn werk? De opbouw hebben ze zoveel mogelijk gehouden zoals een opbouw van een normale dansles. Dat is een methode die is overgewaaid uit Amerika. En die hebben ze aangepast voor mensen die motorische problemen hebben. En dan vooral mensen met Parkinson. Dus we beginnen altijd zittend op een stoel. Iedereen begint zittend op een stoel de les en dan gaan we zo langzaam het hele lichaam opwarmen, even alle delen van het lichaam aanspreken. Vervolgens gaan we staan achter de stoel, maar dat doe je alleen als je het gevoel hebt dat je die dag dat kan eigenlijk. Komen we staan achter de stoel, heb je nog wat houvast om je evenwicht te bewaren en als die benen ook een beetje het doen en het evenwicht is er, dan mag de stoel aan de kant en we bewegen tegen het einde van de les allemaal door de ruimte. Als je nu voelt van vandaag heb ik een dag dat het niet lukt om op te staan, dat het niet lukt om te bewegen door de ruimte, dan kan ook de hele les zittend worden gedaan of met een stoel in de buurt om het evenwicht te bewaren. Waarom is het zo belangrijk voor mensen met de ziekte van Parkinson om te blijven bewegen? Het is heel belangrijk om dat lichaam in beweging te houden en om die connecties die in de hersenen zitten om dat lichaam te laten bewegen, dat je die blijft trainen. Dat die banen wat open blijven. Zeker als je vanuit het beginstadium van de ziekte heel veel blijft bewegen, dan zorg je dat je dat lichaam en ook je geest blijft trainen om die bewegingen te doen. Vanaf het moment dat je heel lang één beweging niet hebt gedaan, dan kunnen die bewegingen verloren raken. En als je dat blijft doen, dan kun je ze zo lang mogelijk behouden. Dat is eigenlijk wat bewegen zo belangrijk maakt. Nu, mensen kunnen niet meer fysiek naar de les komen in dit COVID-gebeuren. Hoe bereiken ze jou? We zijn begonnen met les op Zoom, dus via internet. Elke maandagochtend om 9:30 geef ik een les voor iedereen die wil via Zoom. Dus dan krijg je een linkje toegestuurd en dan kun je dan op klikken en dan krijg je een les. Wat wel fijn is aan die Zoomles is dat het live is. Dus mensen kunnen voor de les en na de les nog een beetje met elkaar praten. Nog eens een keer zien mensen die ze misschien kennen, mensen die ze misschien helemaal niet kennen. Nog een beetje babbelen over hoe het gaat en waar ze nu mee bezig zijn. Dat is prettig dat er dan bij zit. Dus dat is de les is van 9:30 tot 10:30, maar meestal vanaf 9:15 beginnen we al zo een beetje binnen te druppelen en te praten. Na de les sluiten we ook nog even af. Dat is fijn aan die lessen. De les wordt vaak opgenomen en die zetten we dan op YouTube. En dan wordt die link ook beschikbaar voor iedereen. Dus dan zit het babbelgedeelte er niet bij, maar wel de hele les om te volgen op ons YouTube-kanaal.
Wat we in de lessen proberen te bereiken is ook om die beweging op een wat andere manier te benaderen. In plaats van als je naar de kine gaat, dat je oefeningen krijgt en je moet die oefeningen doen. Dat zijn saaie oefeningen die nou helemaal goed voor je zijn. En heel vaak wordt dat een opgave. Dat wordt al een opgave als je geen Parkinson hebt, van oh, moet ik echt gaan sporten. Maar als je Parkinson hebt, is dat nog een beetje erger, omdat die bewegingen dan juist ook heel moeilijk worden. Of dat je geconfronteerd wordt met het feit dat sommige dingen niet meer lukken. En wat wij willen doen is die beweging zo benaderen dat je dat in combinatie met andere mensen, in combinatie met de muziek, in combinatie met de verbeelding, ook gewoon een beetje te kunnen genieten van het bewegen. Om te dansen, om even los te laten van, oh ja, ik moet het nu doen omdat het goed voor me is. En gewoon te doen omdat het ook leuk is. Omdat dansen ook leuk is, omdat je er ook blij van wordt. Dat je samen met andere mensen dansen, dat je daar ook blij van kan worden. Dat is wel een belangrijke insteek en dat werkt gewoon het allerbeste als je samen in een ruimte bent. Voor mensen voor wie de drempel toch te groot is om online te gaan, welke tips en tricks zou je ze meegeven om thuis te laten bewegen? Goh, ik zou zeggen, zet eens een muziekje aan. Dat kan al heel erg helpen. Dus leg de lat niet te hoog, maar blijf gewoon bewegen. Hou het leuk voor jezelf. Als je dan dat YouTube-kanaal vindt, fantastisch. En doe lekker mee. En het fijne aan zo'n video is dat je hem ook af en toe op pauze kan zetten. Tussendoor een kopje koffie kan drinken. En daarna denken, goh, oké, ik ga er weer voor. Wat wil je nog realiseren met het dansen? Goh, ik wil het graag blijven doen. En ik wil graag zoveel mogelijk mensen bereiken. Dus voor mij is het fantastisch als er veel mensen komen. En als ze er gewoon zijn. En wie weet komen er dan ook nog lessen op andere plaatsen. Ik geef nu op 3 plaatsen in Vlaanderen les. Ik geef nu les in Merksem, in Zaventem en in Turnhout. Dat zijn de plekken voor Vlaanderen nu op dit moment. Het zou geweldig zijn als er nog een paar bij komen. Als er mensen zijn die denken, oh, ik wil dit ook bij mij in de buurt. Dan neem absoluut contact op. Dan gaan we het regelen. Nu je leerlingen niet kan zien, heb je bepaalde wensen, dan mag je ze rechtstreeks naar de camera richten. Wensen voor 2021. Ik wens dat wij in 2021 voor het nieuwe jaar weer allemaal samen kunnen dansen. Live in een studio, dat zou het mooiste zijn. Misschien zelfs al in februari, wie weet, eind januari. Dat zou mooi zijn. Ik hoop iedereen in ieder geval weer te zien. En misschien ook nog een hele hoop nieuwe mensen. Dat zou prachtig zijn. Mooi, dat enthousiasme. Goed, tijd voor nog meer nieuwjaarswensen. We laten Jenny zien, de verantwoordelijke van de groep in Brussel en Rand. Jenny ging duidelijk in de leer bij Margriet en danst blijgemutst het nieuwe jaar in. En Victor uit Schoten is een kersverse vrijwilliger bij de Liga. Geruggesteund door oudgediende Raymond uit Antwerpen zal hij de contactgroep in Schoten trekken. En dat hij zijn ambassadeursrol met verve zal opnemen, laat hij zo meteen aan je zien. Bewegen. 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 Het was en het blijft een must voor alle Parkinson-patiënten, ook in dit bewogen jaar 2020. Het jaar waarin COVID-19 ons leven beheerste. Het jaar waarin we weinig mochten en veel moesten. We zijn inderdaad een kwetsbare groep en dus was voorzichtigheid en is voorzichtigheid geboden. Het bezorgde ons misschien nog meer beperkingen dan anderen. Samen bewegen, dat zat er weinig in. Onze ervaringen uitwisselen, samenkomen met lotgenoten, het kon enkel maar online. Echt niet hetzelfde. Edoch, de wereld staat niet stil en er is licht aan het einde van de tunnel. Dus de Vlaamse Parkinson Liga breidt zijn netwerk van contactgroepen uit. En zo zag PACOS het levenslicht. PACOS staat voor Parkinson Contactgroep Schoten. Het wordt een vereniging van en voor Parkinson patiënten uit de ruime regio van Schoten en de omliggende gemeenten. Ons doel is samen te bewegen, letterlijk en figuurlijk. Ervaringen uitwisselen, aangename en leerrijke activiteiten organiseren. En zo snel als corona ons dat zal toelaten, zullen we 1 keer 1 maal per maand samenkomen om precies dat te doen.
Aha, daar bent u. Weet u wat? Ik heb een voorstel. Laten we van 2021 in plaats van een bewogen jaar een bewegen jaar maken. In elk geval wens ik jullie in naam van Pakos een heel geslaagd en gelukkig nieuwjaar. Gezondheid. Van Christian, de verantwoordelijke van de groep Tilt Waregem, kregen we wel een heel bijzonder filmpje ingestuurd. De groep daar in het verre West-Vlaanderen heeft een eigen Peter, ook al is hij nog maar 21 jaar. En dat is niemand minder dan Jeremy Vrielink. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij nu al acteur, zanger, componist, songwriter en multi-instrumentalist. En hij is vooral bekend van zijn rol als Jasper in de Catnet musical en serie Cadanza en van zijn Vlaamse zangcarrière. En speciaal voor ons brengt hij de akoestische live-versie van het nummer Slechte Gewoonte. Slechte gewoonte, blijf nog even hier, ik wil geloven dat het niet zo erg is om te dromen. Ben ik jou vergeten voor het morgen wordt? Slechte gewoonte, laat me nooit meer los, ik wil zo graag horen dat ook jij je hart weer hebt verloren. Zeg me, ben je hier nog als ik wakker word? Hou me vast, ik heb je nodig. Hou me vast, laat het eeuwig zijn. Hou me vast totdat er van de nacht niets meer overblijft. Ik wil je hart in vuur en vlam. Kom, schreeuw het uit dat je niet zo. Gewoonte. Maar het voelt zo goed, is het verboden. Wat je met me doet, kijk in mijn ogen. Spijt, het heb ik later, wel de nacht is kort. Hou me vast, ik heb je nodig. Hou me vast, laat het eeuwig zijn. Hou me vast, totdat er van de nacht niets meer overblijft. Ik wil je hart in vuur en vlam. Kom, schreeuw het uit dat je niet zonder kan. Krijg ik je hart in vuur en vlam. Alleen jij weet waar ik niet zonder kan. Slechte gewoonte. Blijf nog even hier, ik wil geloven dat het niet zo erg is om te dromen. Of ben je mij vergeten voor het morgen wordt? Naast een meter heeft de Liga natuurlijk ook een Peter. Echt waar. En die Peter is niemand minder dan professor Rick Torfs. Rick Torfs is voormalig rector van de KU Leuven, hoogleraar kerkelijk recht, mediafiguur uiteraard en gewezen politicus. Maar vooral ook een man met een eigen mening en een heel goed gevoel voor humor. Een man met een scherpe geest en een eigenzinnige blik die ons vaak een spiegel voorhoudt, die ons anders naar onszelf en de dingen laat kijken. We luisteren dus naar wat hij in een intiem gesprek aan Leen toevertrouwt. Ik ben onderweg naar professor Rick Torfs, is vragen wat hem in beweging brengt. Professor Torfs, of meneer of professor, wat kiest u? Mag ook Rick zijn en liever niet Gust of François, want zo nee. Heet ik niet. Ja. Maar ik ga het houden bij professor, dat is eigenlijk heel mooi. Ja, dat is de eerste keer in mijn leven dat ik dat mag zeggen. Dan voel ik me ook wat slimmer. Voilà. U bent Peter van de Vlaamse Parkinsonliga. Van waar die drive om u in te zetten voor mensen met Parkinson? Wel, ik denk dat het gaat om een ziekte die aan de ene kant ja, ook wat raadselachtig blijft, zoals de meeste neurologische aandoeningen. Aan de andere kant is het ook een aandoening waar je ook krachtig kan tegen strijden. Dus ik heb veel mensen gezien de loop der jaren die
zich bleven inzetten, ook voor anderen die zelf wisten overeind te blijven, die tot een grote solidariteit met anderen komen. Het is dus, in die zin is het een aandoening die iedereen kan treffen, op gelijk welke leeftijd, en toch mensen tot uitnodigt om zichzelf te overstijgen en anderen te helpen. Dus in die zin, dat is mij jaren geleden gevraagd om Peter te worden van de Liga, toen ik nog een attractiever man was voor een breder publiek, zelf er niet zo sukkelachtig uitzag. En ik ben heel blij dat ik toen gevraagd ben en ik heb dat altijd met plezier gedaan. Mensen met Parkinson geraken meer en meer in deze tijden in isolement. Wat zou uw raad zijn om ze aan te zetten tot bewegen? Ik begrijp om te beginnen dat ze in die positie zitten. Hè. Dus je komt daar plotseling in terecht. Je bent misschien wat aan huis gekluisterd. Je ziet elke dag dezelfde televisieuitzendingen. Het zouden herhalingen kunnen zijn van de dag tevoren. Je hoort vaak negatieve berichten. Dus dat is iets wat, denk ik, niet meteen stimulerend is. Maar ik denk dat mensen moeten proberen om zowel lichamelijk als geestelijk in actie te komen. En lichamelijk kan, denk ik, soms heel simpel zijn. Door even te gaan wandelen, als dat lukt. Na een tijdje leer je heel veel huisdieren kennen die je op je pad ontmoet. Honden van allerlei pluimage, ook een aantal katten, niet onderschatten. En op de duur ontstaat er misschien ook wel een gesprek met hun baasjes. Je ziet ook hoe dag na dag het landschap evolueert. Lente, herfst, ook in de winter kan wandelen mooi zijn. Dus dat vind ik een eerste punt. Fysiek buiten komen, uitwaaien en dan, daar krijg je dan een wat meer open geest van. Maar het geldt ook voor het geestelijke. Ik denk dat het ook heel goed kan zijn om wat verdieping in het leven na te streven. Lees bijvoorbeeld een boek, een kookboek om te beginnen. Maar als al die charlotten en schorseneren helemaal uitgelezen zijn, misschien een echt boek, daar kan je heel veel plezier aan hebben in het leven. Ook naar muziek luisteren. Zelf had ik een paar dagen geleden een heel nostalgisch moment dat ik plotseling naar alle Franse chansons uit de jaren 70 begon te luisteren. En ik voelde weer de kriebels die ook toen de mijne waren. Ik voelde mij weer ontzettend jong tot de muziek stilviel. Maar al die dingen, denk ik, kunnen enorm helpen. Dus, en misschien ook, dat is dan misschien eerder ook omwille van wie ik zelf ben, maar ik geloof ook wel in verdieping, nadenken over het leven, daarover lezen. Want dat viel mij in de coronatijd een beetje tegen, vond ik. We kregen massaal berichten over van alles en nog wat. Cijfers, statistieken, analyses. Maar de grotere zinvragen bleven wat mij betreft wat uit. Terwijl het een mooie kans is om eens na te denken over het leven. Wat geweest is en wat gaat komen. Want natuurlijk, er is altijd een toekomst. Elke dag is een nieuwe kans. Ik denk dan vaak aan wat Mark Twain ooit schreef. Geef elke dag de kans om de mooiste van je leven te worden. Vind ik heel mooi. En dat geldt ook voor banale dagen in januari. Wanneer het misschien wat mistig is of koud. Vroeg donker en zo meer. En toch kunnen we die dag zelf helpen een bepaalde kleur geven en een diepgang. Wat denkt u dat de toekomst brengt? Ik denk dat toekomst brengt wat voor een stuk, hè, wat wij er zelf willen inzien. Ik ben zeker niet pessimistisch wat corona en zo betreft. Sommige mensen zeggen we gaan daar nooit van afgeraken. Ja. Het is niet omdat iets lang duurt dat het gaat blijven. De Spaanse griep 100 jaar geleden, na een tijdje hoorde je daar toch ook niet veel meer over vertellen. Dus in die zin moeten we ons hoeden voor lineair denken. Altijd verder gaan zoals het nu is, dat gaat niet zo zijn. Dus ik verwacht eigenlijk een jaar met vaccins. Het ene smaakt al lekkerder dan het ander, of moet ingespoten worden, denk ik. Hè. Maar oké, die zullen wel min of meer werken, denk ik. Dat zal in België wat ongeordend verlopen, die vaccinatie, want anders voelen we ons niet meer in België. Dus het zal wat slordig zijn. Maar daarna komt er toch wel weer een betere tijd, daar ben ik van overtuigd. Maar ik hoop dat we een aantal goede dingen behouden van deze tijd. Onder andere intenser contact met de natuur, meer wandelen en zo, dat
lijkt mij nog zo slecht niet. Minder nutteloze verplaatsingen en meer verplaatsingen waar je zelf geniet. Zou geloof kunnen bijbrengen tot een fijne toekomst? Ik denk dat wel. Het is heel moeilijk om daar in Vlaanderen op dit moment over te spreken. En dat is natuurlijk voor iedereen ook heel verschillend. Hè? Maar ik denk dat verdieping sowieso goed is. Voor mensen die wat meer of wat minder geloven, twijfelen en zo verder. Ja, en als je gelooft, ja, dat is ook een vorm van genade, zoals men zegt, kan dat heel fijn zijn. En betekent dat ook, in mijn geval bijvoorbeeld, dat ik echt geloof dat het mooiste in de mens nooit verloren zal gaan. Ik geloof ook in een eeuwig leven, al weet ik niet hoe het er zal uitzien. Maar dat is de bedding waarin mijn leven vloeit en waarin ik mezelf gelukkig voel. Dat zal voor sommige mensen ook zo zijn, voor andere mensen is dat anders. Maar het is wel belangrijk, denk ik, dat we over grote vragen ook blijven spreken. Niet altijd te serieus, soms met een glas erbij dat soms tot onvermoede inzichten kan leiden. Dus maar ik geloof daar wel in dat dat ook iets kan zijn. En dat miste ik een beetje tussen alle tijdingen over corona in. Het was vaak kommer en kwel toch. Heeft u voornemens voor 2021? Normaal heb ik altijd een voornemen begin van het jaar dat ik 3 maanden geen druppel alcohol ga drinken. En ik doe dat. Ik heb dat jarenlang met succes gedaan. Nu weet ik niet of ik dat voornemen van bij aanvang ga nemen. Want ik heb ook al niet zoveel gedronken vorig jaar en ik probeer gezond te leven. En voor de rest, wat ik mij misschien wel voorneem, is inderdaad met aandacht door het leven te gaan. Dat komt normaal, denk ik, ook met het wat ouder worden. Ik denk ook mensen die met een ziekte kampen, dat die ook wel die neiging soms hebben. Als je heel jong bent, denk je altijd, ja, ik heb nog ongeveer 250 jaar te leven. Er kan mij niks overkomen. En de tijd glijdt voorbij zonder dat je goed weet wat je aan het doen bent. Maar bewust leven vind ik iets heel aangenaam. En dat probeer ik wel degelijk te doen. Voldoende boeken lezen, poëzie, wandelen, huisdieren opvoeden op een fatsoenlijke manier. Die dingen eigenlijk. Ik denk dat de mooiste dingen redelijk eenvoudig zijn. Dank u wel. Ik denk dat dat zeer inspirerend is voor de mensen en dat ze daar zeer veel zullen aan hebben. Nu, wat wenst u de Parkinson-patiënten toe als u bepaalde wensen hebt? Mag u dat zeker naar hen zeggen? Ja, ik wens jullie allemaal een fantastisch jaar toe. Misschien is niet elke dag even makkelijk, elk uur even prachtig. Maar op zonnewijzers stond vaak vermeld, tel alleen de heldere uren. En ik vind dat eigenlijk niet zo fout. En ten dele kunnen we, hoe moeilijk het soms ook is, zelf er wat aan doen om onze uren helder genoeg te maken. We kunnen vaak meer dan we denken. En dat maakt onszelf ook gelukkig. Veel succes. Stof tot nadenken. Dank je wel voor deze mooie inzichten, professor Torfs. Ik zie het al, hoor. Jullie zitten alweer te popelen voor nog wat nieuwjaarswensen. Ja, ja. We klinken op ieders gezondheid met Marja en Raymond, de trekkers van de Parkinson-groep in Antwerpen-stad. En we kijken naar het leuke filmpje dat de groep van de Antwerpse Kempen voor jou in elkaar knutselde. Als slijt de deurmat niet door bezoekjes en lopen we zelden binnen bij elkaar. Toch blijft de band die in elke contactgroep is als een warm gevoel bestaan. Wij wensen jullie vrienden dan ook voor dit jaar veel vreugde, zonneschijn en vooral zonder pijn, zodat elke dag opnieuw vrolijk kan zijn. Gelukkig nieuwjaar!
Lieve vrienden van de Vlaamse Parkinson Liga, houden jullie van een knuffel of willen jullie liever een zoen? Zal ik jullie dan ook eens knuffelen? Maar ja, dat mag ik helemaal niet doen. Toch wil ik jullie iets geven voor het nieuwe jaar. Deze brief vol goede wensen, luister maar. Ik wens jullie iets goeds, iets lekkers, iets geks, iets gekkers, iets moois, iets liefs, hoe dan ook, iets positiefs. Zo, nu ben ik helemaal klaar. Oh nee, wacht, ik wens jullie een heel gelukkig nieuwjaar. Hou het veilig, hou vol, het komt allemaal weer goed. En vergeet niet op tijd te bewegen. Doen jullie mee? Beginnen jullie ook al stilletjes aan een beetje dorst te krijgen? Ik in elk geval wel. Gelukkig neemt Leen ons nu mee naar de keuken met chef-kok Yves Meersman. Yves is samen met voedingsdeskundige Dirk Lemaitre de bezieler van Parkies Kookatelier. Dus wat zullen we drinken? Komen we zo te weten. Ik ben hier vandaag in het prachtige huis van Dirk Lemaitre, een van de oprichters van Parkies Kookatelier. Een andere oprichter staat hier naast mij, een van de beste koks, want hij heeft een gigantisch palmarès, is ook sommelier. Maar vandaag gaan we niks met wijn doen, hè, Yves. We gaan iets met champagne doen. Wat gaan we maken? Lekkere champagne in combinatie met fruit. Enerzijds fruit voor de smaak en anderzijds fruit voor antioxidanten. Mm-hmm. Want dat is belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk voor de Parkinson-patiënt. Dat hij meer of voldoende antioxidanten binnen heeft per dag. Waarom zijn belangrijke voedingswaarden zo belangrijk bij de ziekte van Parkinson? Omwille van het feit dat Parkinson-ziekte, de medicatie en voeding een heel belangrijke rol spelen. Het samengaan van de beide componenten, bij manier van spreken. En ook smaak. Smaak is heel belangrijk. Waarom? Omdat smaakverlies en geurverlies een van de symptomen zijn van Parkinson-patiënten. En dat willen we bijbrengen. Hoe gaan we ideaal iets combineren, zodat de smaak evenwichtig is en toch prettig? Ja, en ik zie dat het is fruit uit een diepvries. Heeft dat een bepaalde reden? Ja, dat heeft een gemaksreden. Niet dat ik een luier ben, maar voor de Parkinson-patiënt die het er graag een keer zelf maakt, is dat heel eenvoudig te bereiden, te gebruiken. Je hebt geen verlies, je hebt geen smaakverlies, dat is ook heel belangrijk. Dus te zien wanneer dat je fruit onttooit, onttooien in de frigo, dus rustig laten onttooien, zodat alle smaken intact blijven. Mm-hmm. Maar dus, we gaan iets doen met champagne vandaag, maar het is speciale champagne, hè? Het is ook... Ja, het is speciale champagne. Het is champagne van Parkili, die we nu aanbieden. Parkili is een concept over beweging bij de Parkinson-liga. Maar eigenlijk is het een champagne die heel pittig is van smaak en ook donker van kleur. Ja. Zelden gezien, maar het is een heel lekkere champagne. En laat zich ideaal combineren tussen die fruitsoorten, want dat is ook heel belangrijk. De combinatie, de trouw van de beide componenten. Dan gaan we dat gewoon eens doen, hè. We gaan dat eens combineren, hè, want ik heb er wel zin in. Dus we gaan mango nemen. Een mango heeft een zeer fruitige smaak en licht zoet. Want het is de bedoeling dat we een cocktail maken zonder toevoeging van extra suiker. Ja. Om de natuurlijke smaken te behouden. Dus we gaan een bodemtje leggen van mango. Die heeft weer een klein beetje sap daarbij. Dat geeft een heel fijne smaak. En ja, die drie fruitsoorten kunnen we mengen samen. Maar ik ga dat niet doen. Omdat van het feit, je hebt een heel andere smaakbelevenis als je drie aparte lagen legt. Dan gaan we nog onze bessen bijpakken. Ja. Braambessen. Zijn dat, hè? Ja. Dan nog granaatappel.
hulp gaan uit die Vries. En dan ga ik eigenlijk vliersiroop. Vlierbessiroop. Ja. Vroeger, de mama, als ik een vrouwelijke verkoudheid had, gaven ze vlierbessen. En dat was meestal niet te drinken. Maar eigenlijk is dat een heel krachtige smaak. Licht zoet van nature uit. En een ideale combinatie tussen die alle smaken. En terug, apart. Dat is ook een bom van antioxidanten. Dus het is eigenlijk een gezonde cocktail. Maar dus voor patiënten met slikproblemen bijvoorbeeld, zou dat wel kunnen gemengd worden? Ja, dan kunnen dat mengen. Een dagenlang een slikprobleem dat hij heeft. De consistentieniveau aanpassen volgens het slikniveau. En dan hadden de drie componenten moeten samen mixen. Dat kun je niet aan uit. Maar op het einde. Ja. Geen dag op voorhand. Gewoon elke minuut. Mm-hmm. Zodat dan die smaken echt intact blijven. Dan champagne. We gaan dat voorzichtig daarin gieten. Zodanig dat die drie lagen toch nog zichtbaar blijven. Prachtige kleuren. Want kleur speelt ook een heel belangrijke rol. Hè? Je kunt dat eventueel ook combineren met niet-alcoholische champagne. Ah ja, ja. Dat kunt ook, hè. Voilà. En dan ga ik het nog een keer verrijken met smaak. En tegelijkertijd ook een garnituur. Ik ga munt gebruiken. Dat geeft een heel pittige smaak, ook op het einde. En in plaats van je muntplaatjes recht te leggen, leg ze eronder. Zodanig dat de parfum van de munt nou kan zich mengen met de champagne. Voilà, ik ga nog een beetje kleurschokering zorgen. Het is eigenlijk een bom van smaak, een bom van kleur en een bom van antioxidanten. Ja, en eenvoudig gebreid. Je kan het recept terugvinden op www.vlaamseparkinsonliga.be of parkieskookatelier.be. Gaan we klinken? We gaan klinken. Op het nieuwe jaar en in beven en welzijn. In beven en welzijn. Ja. Voilà, op het nieuwe jaar. Echt een bom van smaak. En een bom van kleur. En een bom van antioxidanten, want zeer belangrijk. Ik wens jullie een zeer goede gezondheid toe. School. Dat ziet er overheerlijk uit en nog gezond ook. Dus waar wachten we op? Met zo'n lekker aperitief in het vooruitzicht wordt het tijd om af te sluiten. We doen er nog een laatste nieuwjaarswens of wensen bij uit het sportieve Limburg en kijken naar het mooie filmpje dat de bestuursploeg van Gent ons bezorgde. Geniet ervan, dankjewel dat je erbij was en ik wens jullie allemaal een waanzinnig gelukkig 2021. Bij het begin van dit nieuwe jaar willen we jullie graag een bijzonder recept verklappen. Neem een grote kom. Vul die voor een deel met goed humeur en levensvreugde. Meng daarbij flink wat tijd om van kleine dingen te genieten. Schep rust om stil te staan bij mooie momenten. Een grote scheut sterkte om tegenslagen te overwinnen en moed om ervoor te blijven gaan. Vriendschap om je hart te verwarmen. Breng op
smaak met wat humor om de somberheid te verdrijven. Bij beven en welzijn. En een vlugje hekheid doet echt wonderen. En werk af met die glimlach waar je elke dag mee begint. Een flinke slok van ons elixier zal elke dag van het nieuwe jaar kleur geven. Proost! 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 Proost!